potten bakken, schilderen, hoeden maken en nog veel meer. Vrijwilligers van verpleeghuis De Sterrenlanden laten hun hobby's zien op de ambachtenmarkt. We wilden onze vrijwilligers dus in het zonnetje zetten, omdat ze eigenlijk altijd voor ons klaarstaan en nooit, het is altijd onbaatzuchtig, zeg maar. En we wilden iets voor hun doen en hebben ze gevraagd of ze hun talenten hier wilden laten tonen, laten zien. En heel veel oudere vrijwilligers, dus we gaan ervan uit dat ze dan ook wat oudere hobby's hebben. De bewoners kunnen bij de kraampjes workshops volgen en zelfgemaakte spullen van de vrijwilligers kopen. Onder andere aquarellen, iemand die aquarellen heeft gemaakt. Een pottenbakker hebben we, iemand die patchwork kleden maakt. Heel veel kaarten, dames en heren die kaarten maken. Iemand met modelbootjes. Daarnaast hebben we kleine proeverijtjes. We hebben een soepproeverijtje en we hebben poffertjes. Wat ook wel een beetje erbij hoort om de bewoners te vermaken natuurlijk. Iets lekkers te geven. En hoe vindt u het nou om hier vandaag op zo'n ambachtenmarkt te staan? Onrustig. Want dit is een hobby waar je heel veel controle en concentratie moet hebben. Dus het is in feite, om dit te doen, is het erg onrustig. Leuk. Het is natuurlijk voor ons voor de eerste keer, want we zijn ook vrijwilligers. Normaal halen we dus de mensen van boven naar de zaal. En nu zitten we hier achter de tafel. Dus dat is heel wat anders. Ik voel mezelf geen kunstenaar, maar ik probeer de techniek van het potten draaien onder controle te krijgen. En dat lukt me al vrij redelijk als je de instrumenten en de artikeltjes ziet die daar staan. Dus dat probeer ik hier te doen. De opbrengst is voor de vrijwilligers. De ambachtenmarkt wordt in de toekomst misschien vaker georganiseerd. Ja, wie weet. En hopen dat er meer vrijwilligers dit willen laten zien. Want er zullen absoluut nog meer verborgen hobby's en talenten zijn.